Hallo, als jullie nu naar mij aan het kijken zijn, zijn jullie klaar om het kwartetspel te spelen dat in deze envelop steekt. Nu, vooraleer ik jullie uitleg hoe je dat spel speelt, wil ik jullie even tonen waarover het zou gaan. Jullie zien op deze kaart twee woorden staan. En er is maar één verschil, spellingsgewijs, tussen het bovenste woord en het onderste woord. En dat is dat er onderaan... is dat onderaan de medeklinker verdubbeld is, terwijl het bovenaan de klinker half lang gemaakt is. Maar eigenlijk is er dus gewoon maar één L meer onderaan. Toch zijn het twee verschillende woorden. Het bovenste woord is balen. Ergens van balen is iets echt niet tof vinden. Dat is een heel ander woord dan ballen. En zo zijn er nog meer woorden dat als je ze fout schrijft, dat je ze ook fout leest. En daarover gaat deze oefening. In deze oefening zullen jullie zinnen lezen en daarbij het juiste woord zoeken. Hoe beginnen we eraan? Wel, je pakt de envelop, je doet die open, en dan zie je daar eerst en vooral 5 groene kaartjes in zitten. Dat is 1 kaart voor elke persoon. Je deelt ze uit. Elke speler krijgt een kaart. Hupsakee. En ik natuurlijk ook. Dan zie je ook nog een heel pakket rode kaartjes in de envelop zitten. Wel, die rode kaartjes die mag je nog even kappelen. Mag je nog even door elkaar schudden. En dan geef je elke speler 3 rode kaarten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En 3 kaarten voor mij. Nu. Op de groene kaart. We hebben nu elk 4 kaarten. Nee? 1 groene en 3 rode. Op de groene kaart staan 3 zinnen. En die zinnen, die zijn bijna volledig. Alleen is er één woord, zijn er 2 woorden hier waaruit we 1 woord moeten kiezen. Ik zal het eens voorlezen. Hier, de eerste zin is, gaan we Humpty reden of redden uit de maag van de walvis? Wel, gaan we Humpty redden? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dus het woord dat ik nodig heb is redden. Gaan we Humpty redden uit de maag van de walvis? Hoe kom ik aan het juiste woord? Wel, er staat op elke rode kaart staat er een woord. En ik zal eens kijken welke woorden ik heb. Ik heb de woorden spellen, reden en komen. Nu, geen enkel van die woorden is het juiste woord in mijn zin. Ik heb wel het woord reden, maar dat is niet het juiste woord. Ik heb het woord redden nodig. Hoe kan ik aan het juiste woord geraken? Wel, dat is door aan een andere speler in de kring te vragen. Hallo, speler, heb jij het woord redden? Dus je vraagt het wanneer het aan jouw beurt is. Je speelt eigenlijk om beurt. Heb jij het woord redden? Die speler kijkt naar zijn rode kaarten. Heb ik het woord redden? Misschien heeft hij het wel, misschien heeft hij het niet. Als hij het niet heeft, dan is het gewoon aan de volgende speler om een vraag te stellen. Maar we gaan nu eens doen alsof hij het wel heeft. Ja, ik heb het woord redden. Als de speler dat woord heeft, is hij verplicht om het aan jou te geven. Alsjeblieft. Wel, dankjewel speler voor het woord redden. Maar nu heeft die speler nog maar 3 kaarten, dus geef ik 1 rode kaart. 1 rode kaart terug naar keuze. Ik geef 1 kaart terug. Zo zoek ik ook de woorden bij mijn andere 2 zinnen. Als ik bij elke zin het juiste woord heb, dan heb ik 4 kaarten die bij elkaar passen en heb ik een kwartet. En dan roep ik superluid kwartet. En als je dat als eerste hebt, dan ben je gewonnen. Nu, hoe kan je zeker weten dat je de juiste woorden hebt? Wel, daarvoor gaan we kijken naar de achterkant van de envelop. Daar zie je allemaal cijfertjes staan. En jullie zien ook op de achterkant van jullie groen kaartje een cijfertje staan. Ik heb het cijfertje 2. Dus dan ga ik bij cijfertje 2 kijken. En naast cijfertje 2 staan de woorden die normaal op mijn rode kaarten zouden moeten staan. Als dat klopt, dan ben je juist. En begin nu maar te spelen. Go, 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 go!